Hoi, ik ben Rut. Ik ben een van de cursisten van Kamp van Koningsbrugge. Helaas heb ik het einde niet gehaald. Ik heb uiteindelijk zelf de keuze moeten maken om naar huis te gaan. Tijdens de slotenmars kreeg ik enorme pijn in mijn knie. Dat werd steeds erger en erger en erger. Kan ik hem wel nog vol buigen? Ja, dat ga je dus waarschijnlijk merken dat het minder gaat zijn. Top. De kans dat er blijvend schade ontstaat is aanwezig. Dus moest ik beslissen te stoppen en dat was niet leuk. Welke opdracht is jou het meeste bijgebleven? Ik weet dat ik ontzettend veel heb genoten van de eerste navigatieopdracht 's nachts. In je eentje door dat bos 's nachts, de rust die je dan krijgt. Dat was echt geweldig. En een andere opdracht die echt is bijgebleven, dat is baan Arnhem. Ik heb best wel moeite met hoogtes. Ik dacht echt van ja, maar jij kan dit gewoon, dit is één stapje. En mijn lichaam zei echt niet. Rut, je hebt het gehaald. 4 minuten 38. Wat? Dit heb je gewoon gedaan en je hebt een goede tijd neergezet. En dat was echt wel ontzettend tof. Een moment dat waarschijnlijk bij jou in je geheugen gegrift staat, is de klimtoren. Ja, dat was geen fijn moment. Dat was helemaal bevriezen van binnen en mezelf echt weer in die goede mindset krijgen. En dan spring je en dan hang je in die ladder en dan denk je, oh, was dit alles? Wat ga je nooit meer vergeten? We kwamen op een gegeven moment terug van een opdracht en we zaten in die truck. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ah, dit is het boksen. Wie vindt het nou leuk om in elkaar geslagen te worden? Maar ik had er echt oprecht zin in om te kijken hoe reageer ik daarop. Ja, ik was de laatste en ik ging die 4 ton eruit. Geen tegenstander. En toen dacht ik, shit, gaan ze me nu serieus al naar huis sturen? Er gaan vanavond 10 mensen een nachtprogramma in, maar zonder jou. Jij gaat vannacht rugs pakken. Eigenlijk baal ik nog steeds dat ik dat niet heb mogen doen. En wat ga ik verder nooit vergeten? Mijn medekandidaten. Want wat een toffe mensen zijn dat. Wat heb je geleerd tijdens jouw deelname aan Kamp van Koningsbrugge? Tijd is tijd. Maakt niet uit hoe je doet, maar zorg dat je op tijd bent. Ik ben iemand die altijd te laat is. Als het om privé dingen gaat, op het moment dat ik echt wat voor mijn werk moet doen, dan sta ik er. Dus ja, wat heb ik geleerd? Voor mezelf ook die discipline in mijn leven. En ben niet alleen maar voor anderen. Leuk dat jullie met mij even terug hebben geblikt op Kamp van Koningsbrugge. Ik hoop dat jullie samen met mij ook de volgende afleveringen blijven kijken. En wil je echt goed op de hoogte blijven, volg ons dan ook even op Instagram van Kamp van Koningsbrugge. Want daar krijg je toch eigenlijk ook wel heel veel extra leuke dingen te zien. Doei!